Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanai Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een hoorn des overvloeds. Een mooie hoorn gevuld met heel veel mooie materialen in deze tijd. Veel herfstmaterialen, dus erg passend. Wil je nou deze les meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alle materialen kan bestellen. En heb je wat leuks gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan via Facebook of Instagram. En dan maak je ook nog eens kans op een leuke prijs. Eén keer in de maand wordt er een winnaar bekendgemaakt. Dus laten we gauw beginnen! Ik heb hiervoor al een mooi mandje. Hij is aan de achterkant plat, dus daardoor kunnen we hem mooi neerleggen. Maar je kan hem ook ophangen, omdat er een lus aan zit. Dus dat is net wat je daar zelf mee wil. En daar heb ik één blok oase in gedaan. Die gaan we even schuin afsnijden en dan gaan we hem daarna mooi opvullen. Zoals je ziet heb ik alles nou schuin afgesneden. Dan gaan we aan de onderkant een beetje mos bevestigen, zodat de oase niet gelijk op de tafel terechtkomt en geen vieze vlekken geeft. En dat zet ik vast met krammen. Dan gaan we een mooie baas maken met verschillende bladmaterialen. Zoals je ziet hebben we nu echt al een hele mooie basis. Een groot deel van de oase is al weggewerkt. En dat is echt een goed begin. Dan gaan we nu verder met andere mooie materialen. Zoals vruchtjes, rozenbottel, hypericum en mooie droogmaterialen. Allereerst gebruik ik deze prachtige gedroogde protea. Mooie rozenbottelknopjes. Mooie Crasperia bolletjes. En ik let goed op dat hij mooi meeloopt. Dan heb ik hier hele mooie appeltjes en die zet ik even op een stokje. En dan vul ik het laatste nog even op met een takje hypericum. En ik kijk ook goed of de onderkant verbindt met de hoorn. En dan hebben we echt een prachtige hoorn des overvloeds. Super mooi. Nou, ik vind hem echt zeer geslaagd. Ik vind hem echt prachtig. Ook qua kleuren nu in deze tijd. Kijk dan, wat een plaatje. Je kan hem eventueel dus ophangen door het haakje. Maar ook geschikt om mooi neer te leggen op bijvoorbeeld een dressoirkast. Of misschien weet jij een andere mooie plek waarvoor hij geschikt is.
En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Wil je dit al bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dus alle materialen kan bestellen. Deel de jouw gemaakte creatie. Of dat nou is waar je zelf een draai in hebt gegeven. Of wat je hebt gemaakt naar aanleiding van een DIY pakket. Het maakt niet uit. Je kan gewoon meedoen. En elke maand wordt er een leuke winnaar gekozen. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zie je bij de volgende keer weer. Doei!